iedereen, goedemorgen. Ik heb net Cameron en Marshall weggebracht naar mijn moeder. Want het leek me leuk om een keer een dagje te vloggen van... wat doe je eigenlijk op een dag als je moet gaan werken? Nou, werken met Cameron en Marshall erbij is eigenlijk zo goed als onmogelijk. Ik kan misschien een paar mailtjes beantwoorden. Ik kan misschien een keer een telefoontje opnemen. Of wat social media doorplaatsen die ik van tevoren dan al heb voorbereid en klaargezet. Maar als ik echt stappen wil gaan maken, als ik echt content wil gaan schieten, blogs wil gaan schrijven, ja, dan moet ik ze gewoon echt wegbrengen. Dus vandaag zijn ze een dagje bij mijn moeder. Mijn zusje Tara die komt langs om mij te helpen met het schieten van content. Het leek me leuk om vandaag gewoon even te vloggen van ja, hoe ziet mijn werkdag eruit. Nou, ik heb ze vanochtend dus even heel snel uit bed gehaald, aangekleed, eten gegeven en weggebracht. En ik ben nu net weer thuis. Ik heb zelf nog niet gegeten, dus ik ga eerst maar eens even ontbijten. En over ongeveer 3 kwartier, een uurtje komt Tara dan langs. Nou, ik heb even snel een ontbijtje in elkaar geflanst. Eigenlijk gewoon, ja, koffie met melk en suiker. En een bruin broodje met leverpastei. Dus nothing fancy. Ik weet dat er trouwens ook heel veel vragen zijn of ik een eat of food diary wil gaan maken over wat ik dan eet om weer op gewicht te komen na de bevalling. Nou, ik ben gewoon normaal gaan eten en echt, geloof me, dat gewicht gaat er gewoon vanzelf wel weer af. En wat er dan uiteindelijk nog blijft plakken, nou ja, dat ren je er dan wel af. Want ik ren echt achter Marshall aan, want die jongen is echt helemaal... Oh, het is echt een boef. Dus ja, ik doe eigenlijk niks bijzonders. En dit is mijn ontbijt. Heel saai, heel saai. Dus ik ga het even snel eten. Dan ga ik even deze tafel opruimen. Kijk, hij ligt weer helemaal vol. Ik heb net even snel gedoucht en als ik zeg even snel bedoel ik dat ik dus niet mijn haar heb gewassen. Want op het moment dat ik mijn haar ga wassen, dan ben ik altijd 10 minuten langer bezig. En ik probeer altijd zoveel mogelijk te doen onder de douche zelf. Dus daar heb ik ook mijn gezicht schoongemaakt en daarvoor heb ik deze gebruikt van Rodial. De Vitamin C Brightening Cleanser in combinatie met de Foreo. En ik doe ook altijd tandenpoetsen onder de douche. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik ben nu ook Parodontax aan het gebruiken. Omdat ik heel erg last heb van gevoeligheid bij mijn tanden. En ze zeggen dat dit dan toch wel helpt. Ook al is de smaak... Ja, ik vind het echt niet lekker. Maar goed, het schijnt toch wel het beste te zijn. Dus dat heb ik nu ook gebruikt. Wat ik ook altijd doe... Is natuurlijk deodorant. En een geurtje. En dit vind ik zo'n lekker geurtje. Dit is Chanel Chance Eau Tendre. Het is echt... Mijn lievelings van dit moment. Nou, skincare doe ik altijd. Make-up doe ik niet altijd. Want ja, weet je, als ik gewoon geen werkdag heb. Ik blijf thuis. Vanwege corona ga je ook niet echt heel veel de deur uit. Doe ik eigenlijk gewoon heel vaak geen make-up op. Maar op een dag als vandaag dat ik echt content ga schieten. Dan neem ik wel de tijd om mijn make-up een beetje te doen. Mijn haar een beetje leuk te doen. Want dat ziet er natuurlijk wel zo leuk uit. Ik heb deze producten laatst binnengekregen. Daar was ik wel heel benieuwd naar. Van Kylie Skin. En dit is de Vanilla Milk Toner. Het is ook inderdaad een soort milk, waar ik normaal gesproken niet zo van hou. Maar op zich vind ik hem wel fijn. En ik gebruik echt van alles en nog wat. Ik krijg natuurlijk best wel vaak nieuwe producten. Dus ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Dus ik heb nog niet echt een skincare routine die ik echt jaren al heb. Hetzelfde. Dus elke keer wisselt dat weer en is het weer wat anders. En heb ik weer nieuwe favorieten. Er komt weer een nieuwe favoriet bij. Dus zo gaat dat een beetje bij mij. Dan hierna doe ik dit product. De Repigment van Niled. Ik gebruik deze nu een paar weken. En ik moet zeggen dat ik hem best wel vind helpen. Ik heb hier vooral op mijn jukbeenderen last van pigmentvlekken. Eerst dacht ik, oh leuk, ik krijg sproetjes. Nou, niet dus. En lekker pigmentvlekken. Ik moet wel zeggen dat ik ze al best wel wat vager vind geworden. En over het algemeen mijn huid ook gewoon wat egaler lijkt daardoor dus. Vitamin C serum, ook van Kylie Skin. En dat heeft natuurlijk ook een verhelderende werking. Dus ja, eerste indruk eigenlijk van de Kylie Skin producten is goed. Behalve de Walnut Scrub. Dus ik weet eigenlijk niet waarom ze zoveel kritiek krijgt. Ik ga me daar eens nog even in verdiepen. Ik ben het ook net pas aan het proberen hoor. Dus ik heb er nog geen echte mening over gevormd. Maar de eerste indruk, ja, ik vind het niet slecht eigenlijk. Nou, en als laatste de Face Moisturizer. Ook van Kylie Skin. Vooral omdat mijn voorhoofd wat droger is, vind ik het wel fijn. Normaal gesproken gebruik ik niet eens een moisturizer. Doe ik alleen een serum. Nou, ik laat dit even intrekken. En dan in de tussentijd ga ik mijn tanden flossen. Ik had net natuurlijk al gepoetst onder de douche. En ik zei al dat ik last had van gevoelige tanden. En ik heb ook echt
echt last van bloedend tandvlees. Daar heb je sowieso wel sneller last van als je zwanger bent. En ik was laatst bij de mondhygiëniste en die heeft me echt op mijn vingers getikt. Ze zei, Serene, je moet hier echt wat aan gaan doen. Je moet elke dag moet je gewoon gaan flossen of stokeren om te zorgen dat dit minder wordt. Normaal moet je ook elk 6 maanden afspreken. Maar zij wilde mij nu al over 3 maanden zien om echt in de gaten te houden dat ik dan mijn best heb gedaan en dat ik dus geen bloedend tandvlees meer heb. Dus ik heb echt een soort van huiswerk meegekregen van haar. Nu heb ik laatst een apparaat opgestuurd gekregen. Dat is een waterflosser. Zo ziet hij eruit. Ik zal hem even kort voor jullie demonstreren. En daarmee is flossen eigenlijk wel een stuk laagdrempeliger geworden. Kijk, dit is het apparaat. Ik heb hem hier in mijn vensterbank gezet. Hij is niet super groot, maar hij is ook niet heel compact. Dus je hebt wel even een plekje nodig, zeg maar, in je badkamer ervoor. Nou, dit is dan het flosapparaat. Je hebt verschillende opzetstukjes. Die heb ik dan ook hierbij. Nou, dit zijn de andere opzetstukjes. Bijvoorbeeld, er is eentje speciaal voor als je een beugel hebt of als je juist kronen hebt. Maar dit is gewoon de standaard. Die heb ik er dus opgezet voor mezelf. Nou, dit is dus het waterreservoir. Die moet je vullen met lauwwarm water. Nou, en dit is het flosapparaatje zelf. Dit is de whitening waterflosser van het merk Waterpik trouwens. Dus hier zitten van die tabletjes. Je krijgt zo'n potje met tabletjes erbij. Er zitten 30 tabletjes in. En als die op is, kan je ze ook los bij bestellen. En dit zijn dus whitening tablets. Nou, wat je doet is, je drukt dit knopje in. En hier in dit gaatje doe je dan je tabletje. En de tabletjes die smaken trouwens ook echt super lekker fris. Dus je krijgt meteen een fris gevoel ervan. Kijk, zo gaat het apparaat aan met deze knop. Dan heb je floss en massage. Maar ik zet hem altijd gewoon op floss. En dan heb je standen van 1 tot en met 10. Nou, ik hou altijd wel van een goede, lekkere, goede floss. Dus ik zet hem op 8. Dat is best wel een wat hardere straal. Kan nog harder, maar ja, 8 is gewoon lekker, vind ik. Ik zal hem even snel demonstreren voor jullie niet in mijn mond. Kijk, ik weet niet of je het goed kan zien. Nou, je zag net hoe hard die straal ging. Dus het beste is om je mond niet wijd open te houden. Want dan vliegt echt het water alle kanten op. Dus wat ik meestal doe, is ik hou hem een beetje dicht. Een beetje half open, half dicht. En dan af en toe is je mond helemaal vol water. En dan spuug ik dat uit. Zet ik even het apparaat uit. En ja, als je alles hebt gehad, ben je een minuutje bezig, ben je klaar. Dus ik ga nu even flossen. Ik kan niet echt praten tussendoor. Nou, wat dus echt belangrijk is, is dat je tegen de rand van je tandvlees houdt. En ja, zo kun je gewoon het vuil heel goed en grondig weghalen. En dan denk je dus dat je goed gepoetst hebt. En als je dan kijkt, dan toch nog in je wasbak belandt. Kijk, en dat opzetstukje is gewoon super lang. Dus je kan echt heel goed achterin komen. En eigenlijk, ja, met normaal flosdraad of met tandenstokertjes lukt me dat niet zo goed. Dus dat vind ik vooral heel erg fijn. Dat je gewoon echt overal goed kan komen. En dat het echt een hele diepe reiniging geeft. Dus het voelt ook super fris als ik ermee klaar ben. En het schijnt dus ook tot 50% ja, beter schoon te maken dan normaal flosdraad. En gewoon echt voor een hele goede en gezonde tandvlees te zorgen. En nou, deze whitening tablets die gebruik ik dus ook. Maar je hoeft ze natuurlijk niet elke dag te gebruiken. Ja, ik denk 2 keer in de week, 3 keer in de week helpt natuurlijk ook al onwijs. Zeker als je koffie drinkt, thee, rode wijn. Dat geeft natuurlijk allemaal vlekken op je tanden. En deze tabletjes die zorgen ervoor dat er toch 25% meer vlekken worden verwijderd ten opzichte van normale tandpasta. Nou, dat is altijd mooi meegenomen. Nou, ga ik nu mijn make-up doen. Maar voordat ik dat doe, doe ik altijd natuurlijk eerst aankleden. Want anders heb je make-up en dan moet je je kleding erover aantrekken. En dan krijg je gewoon deze vlekken. En er is net een pakketje binnengekomen met allemaal nieuwe Laura Ashley kleding die ik had besteld. En die ik nog op mijn Instagram account wil gaan zetten. Maar ik denk, als deze nou mooi zit, dan wil ik deze toch ook voor mezelf houden. Ik vond deze zo mooi, deze print. Nou, zoals ik net al vertelde, maak ik me dus niet elke dag op. Maar op een dag als vandaag, als de foto's worden genomen, wel. Maar dan nog hou ik het gewoon altijd best wel licht en naturel. Nou, ik gebruik nu de Becca Evermatte Shine Proof Foundation. Met een beauty blender als basis. Je denkt, waarom heeft ze geen primer aangebracht? Ben ik inderdaad vergeten. Maar normaal doe ik deze altijd. Een primer van Inika die echt super goed is. Maar gewoon even vergeten omdat ik nu lekker zit te kletsen met jullie. En dan wat concealer. Deze is van Max Factor. Doe ik eigenlijk alleen onder mijn oog. Nou, en wat dan echt heel makkelijk is een eyeshadow stick.
Dan ben je zo klaar met je oogmake-up. Deze is van Bobbi Brown. De kleur is Dusty Mauve. Wimpers krullen. Nou, dan de eyeliner. En dit is de roller liner van Benefit. Die vind ik echt super fijn. Het is een stiftje. Ga ik door naar mijn favoriete mascara van dit moment. Dat is de Paradise Ecstatic Waterproof. Pas maar bij mijn jurk. Van L'Oréal Paris. Alright, en nu pak ik deze bronzer. Dit is een palet van NARS. Ik doe altijd heel veel bronzer, dus niet schrikken. En dat breng ik aan met een stippling brush. Zonder bronzer ben ik echt niet compleet. En zonder highlighter ook niet. Die haal ik uit hetzelfde palet. En die breng ik dan hier aan op mijn jukbeenderen. Nou, dan eigenlijk alleen nog lippenstift. En dit vind ik een hele mooie nude kleur. Noble Nude heet hij. En hij is van het merk Oriflame. Zo. Even haarborstelen, krullen. En dan ben ik ready voor de foto's vandaag. Tara die is net binnengekomen en zij gaat mij dus vandaag helpen. Dus we beginnen met het opnemen van stories en een outfit feedpost voor Naked. Daar heb ik elke maand een samenwerking mee. Dus altijd super fijn als Tara me dan komt helpen. Dat scheelt toch wel echt heel veel werk. Dus ja, leuk. Ik heb er zin in. Nou, Tara en ik hebben net de stories opgenomen. Tara is hier, ze is even selectie aan het maken. En ja, ze mochten vandaag meteen live. Dus het is even belangrijk dat dan de juiste link eronder wordt gehangen. Dat ik mijn kortingscode erbij vermeld. Dat Naked Fashion wordt getagd. Dus dat zijn allemaal dingetjes, daar moet je goed op letten. Dus dat zijn we nu even aan het doen. En dan hebben we ook nog een feedfoto gemaakt. Dus die moeten we nog even een beetje bewerken. Kan die ook live gezet worden? En op zich is dat wel fijn. Dan kan je dat ook weer afvinken, omdat het nu meteen vandaag ook live kan. Nou, hierna staan er nog een aantal andere dingen op het programma. Nog een aantal andere gesponsorde posts. Waarbij ik video en foto's nodig heb. Maar ook wil ik natuurlijk gewoon wat ongesponsorde content maken. Dus gewoon om een beetje vooruit te werken. Die ik dan gewoon de rest van de maand kan plaatsen. Nou, Tara en ik zijn klaar met werken. Dus ik ben even in de auto gestapt. En dan ga ik nu die boeven van mij weer even ophalen bij mijn moeder. Mijn moeder die appte net dat ze aan het slapen waren. Dus ik hoop dat ze wakker zijn als ik daar straks ben. Want ik weet niet... Ook al is het maar een paar uurtjes, ik mis ze dan gewoon. Ik mis gewoon hun gezichtje en ik wil dan toch even gewoon een knuffeltje en een kus. Hey Mars! Ga je niks zeggen? Gaan we naar huis? Mag Poppel mee met jou? Ja. Gaan we naar huis? Poppel mag met jou mee. Hey, oma moet mee. Ja. Ja. Hey, Bovie. Oma, goedemorgen. Waar is Marshall? Ja. Waar is Marshall? Ja. Ja. Was het leuk bij opa en oma? Ja. Ja. Nou, de kinderen zijn opgehaald. Ze zitten in de auto. We hebben net ook even lekker gegeten bij mijn ouders. Lasagne had mijn moeder gemaakt. Dus ja, het is nu kort voor acht. Acht uur. Kort over acht is mijn bedtijd. Dus ik ga nu naar huis rijden. Tanden poetsen. Even het slaapritueeltje. En dan liggen ze op bed. Ze slapen allebei lekker door. Dus dat is super fijn. Dan komt vanavond komt een vriendin van mij langs gezellig. En ja, dan zit de werkdag zit er dan alweer op. Dus het was een leuke dag, een drukke dag. Ik ben blij dat ik ze weer terug heb in de auto, want ik mis ze toch altijd wel. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik dan zoal doe op zo'n dag. Als je dit een leuke video vond, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. En ik hoop jullie snel weer terug te zien in een volgende video. Zeg maar doeg! Doeg! Doeg iedereen! Doeg iedereen! Oh.